staan op dit moment bij de Biezenburgt. Dat is deze imposante heuvel met het gebouw op de top hier achter mij. En die Biezenburgt, dat is een heuvel die is gemaakt van materiaal wat wij hebben overgehouden toen we een aantal oevers bij onze watergangen wat flauwer gingen maken. En dat flauwer maken, dat hebben we nou precies gedaan voor de reden waarom we hier staan. En dat is de biodiversiteit. Want zoals je je kunt voorstellen, een oever die flauwer is, die biedt ook meer mogelijkheden voor verschillende plantensoorten en daarmee ook voor verschillende diersoorten. Biodiversiteit is belangrijk voor het waterschap, omdat het belangrijk is eigenlijk voor al onze inwoners, bedrijven en boeren. Daar doen we uiteindelijk het werk voor. En biodiversiteit is belangrijk omdat je kan voorstellen dat als je veel verschillende planten en ook veel verschillende dieren, dus veel verschillend waterleven in je watergangen hebt, dat dan het water ook gezonder is en daarmee schoner. En nou ja, wat je ook ziet, het ziet er nu prachtig uit op dit moment, is dat het heel bloemrijk is. En dat komt omdat we het hebben ingezaaid met een mengsel met inheemse plantenzaden. Om daar de biodiversiteit te bevorderen. En dat doen we dus door het opstellen van een biodiversiteitsagenda. Waarin allemaal maatregelen staan die we de komende jaren gaan nemen. Om al die groene linten, al die blauwgroene linten die wij beheren, heel mooi biodivers te maken en daarmee ook aan te sluiten op de groene structuur van bijvoorbeeld de provincie of gemeenten of onze treinbeherende organisaties zoals Natuur, Monumenten, Staatsbosbeheer en het Flevolandschap. Misschien een aansprekende maatregelen die we hebben genomen voor de watergangen, dat is een vislift in de Plevierentocht. En die vislift die dient er dus voor dat de vissen, waaronder zeldzame soorten zoals de zeelt, dat die toch stroomopwaarts een stuw kunnen passeren. Wat mensen zelf aan biodiversiteit kunnen doen, dat is hun tuin vergroenen. En dat is voor drie verschillende dingen belangrijk. Als je de tuin vergroent, dan betekent het ook dat je meer verkoeling hebt in onze steeds warmer wordende zomers. Dus je voorkomt eigenlijk hittestress. Daarnaast is het zo dat als de tuin groen is, dat dan ook het water kan infiltreren in de bodem. En als het infiltreert in de bodem, dan betekent het ook dat het het grondwater kan bereiken en ook kan aanvullen. Dus je voorkomt daarmee verdroging. Tegelijkertijd is het dan ook nog zo dat als het juist heel hard regent, dat het water dan niet heel snel afspoelt over de tegels en de stenen van je tuin. En dan heel snel in de riolering komt, waardoor we ondergelopen straten kunnen krijgen. Maar dat het juist buffert, infiltreert in de bodem, waardoor het vertraagt. Dus je voorkomt er ook wateroverlast mee. En dan geef ik het stokje nu door aan de volgende.